In de laatste paragraaf van ons boekje staat de periode van 1970 tot nu centraal. En op dit moment is China een land waar iedereen op de wereld rekening mee moet houden. Maar in 1970 was dat nog wel anders. In die tijd zat China namelijk in een internationaal isolement dat gevolg was van de Koude Oorlog. China was communistisch geworden in 1949 en zij viel daardoor in het communistische blok. Maar binnen dat blok rommelde het toch behoorlijk tussen de Sovjet-Unie en China. Daar waren verschillende redenen voor en één daarvan heeft te maken met de visie op het communisme. Volgens de Russen kon het communisme, of beter gezegd een communistische heilstaat, alleen bereikt worden door een arbeidersrevolutie die in de steden zou ontstaan. Mao zei echter dat een communistische heilstaat ook best bereikt kon worden door de boeren en de landarbeiders eraan te laten werken. Hij zei dat natuurlijk niet voor niets, want in zijn tijd leefden de meeste Chinezen ook nog op het platteland van de landbouw. Maar goed, daardoor was er wel wat frictie tussen de Russische en de Chinese leiders. Een veel groter punt van frictie echter was de machtsstrijd die er binnen het communistische blok bezig was. Zowel China als de Sovjet-Unie wilden de boventoon voeren in dat blok. Ze wilden het machtigste communistische land zijn waar de andere communistische landen tegen opkeken. En ja, de Sovjet-Unie leek die wedstrijd te gaan winnen. En China kwam steeds meer geïsoleerd te staan binnen de communistische wereld. En omdat ze communistisch waren, hoefden ze natuurlijk ook niet te rekenen op medewerking van de Verenigde Staten of de landen van de Europese Unie. Die Verenigde Staten die hadden sowieso een steeds grotere hekel aan China, want China had een belangrijk aandeel in de Vietnamoorlog. Die Vietnamoorlog was zo'n typisch Koude Oorlog conflict, waarbij het communistische noorden probeerde om het kapitalistische zuiden in te nemen. En de Verenigde Staten kozen ervoor om dat kapitalistische zuiden te gaan steunen en later zelfs ook gewoon mee te gaan vechten in die oorlog tegen het communistische noorden. De Chinezen echter steunden dat communistische noorden. Ze vochten niet mee, maar ze leverden wel arbeiders, wapens en allerlei andere goederen die de Noord-Vietnamezen goed konden gebruiken. En mede door die Chinese steun kon het noorden de strijd heel lang volhouden en leken de Verenigde Staten zelfs te gaan verliezen. Nou, daar moest natuurlijk iets aan gebeuren, vond Amerikaanse president Nixon, en hij zocht dan ook toenadering tot China. Hij probeerde via de grote broer China ervoor te zorgen dat Noord-Vietnam de strijd zou staken. Ja, Mao die zag dat eigenlijk ook wel zitten, want ja, door die strijd die er met de Sovjet-Unie was geweest, was hij misschien nog wel banger geworden van de Sovjet-Unie dan van de Verenigde Staten. En er kwam dus toenadering, er kwamen besprekingen. En die Amerikaanse president Nixon wordt de eerste Amerikaanse president die de communistische volksrepubliek zal bezoeken, zoals je hier ook op het plaatje ziet. De relatie wordt verbeterd, er worden allerlei afspraken gemaakt, er worden handelsafspraken gemaakt, maar het moment van erkenning komt voor China als zij uiteindelijk weer toe worden gelaten in die Veiligheidsraad. Taiwan moet weer uit die Veiligheidsraad vertrekken en de communistische volksrepubliek China neemt daar plaats in. Nou ja, door die Amerikaanse toenadering gaan ook de West-Europese landen anders naar China kijken. De Europese Unie, of beter gezegd de Europese gemeenschap, want dat was het in de jaren 70 nog, die handelde nauwelijks met China vanwege die Koude Oorlog. Maar omdat nu de betrekkingen weer beter worden, zie je dat ook de handelscontacten weer toenemen. En hoewel China op ideologisch gebied dus heel anders tegen de wereld aankijkt dan de Verenigde Staten en de landen van de Europese Unie, nemen de contacten dus toe en dat zal zeker verder gaan na 1976 als Mao is doodgegaan. Want zijn opvolger is iemand die we al eerder gezien hebben, Deng Xiaoping. En hij breekt voorzichtig met de ideeën van Mao. Wat wil Deng Xiaoping? Nou, hij wil de Chinese welvaart verbeteren. Hij wil ervoor zorgen dat onder zijn bewind iedere Chinees in ieder geval 4 draaiende dingen heeft. Een fiets, een horloge, een radio en een naaimachine. Maar om dat te bereiken moet hij wel hervormingen door gaan voeren en dat doet hij op de volgende gebieden. Die Chinese landbouw lag volledig op zijn gat door al die collectivisaties zoals de grote sprong voorwaarts. En Deng Xiaoping die wilde daar verbeteringen aan gaan brengen. Nou, hoe deed hij dat? Hij wilde ervoor zorgen dat de Chinese landbouw mechaniseerde. Er moest meer gebruik worden gemaakt van machines, zodat de opbrengst verhoogd kon worden. Daarnaast was heel veel landbouwgrond in onbruik geraakt, omdat door die grote sprong voorwaarts en dergelijke het land niet meer goed bevloeid werd. En hij vond dan ook dat het land weer beter geïrrigeerd moest worden, zodat de grond weer vruchtbaar werd en gebruikt kon worden voor landbouw. Maar de belangrijkste verandering die Deng Xiaoping doorvoert, is dat hij particulier bezit weer toestaat.
De collectivisatie wordt enigszins teruggedraaid en boerenfamilies moeten weer in staat worden gesteld om een eigen stukje grond te hebben waar zij voor zichzelf op werken en waar zij de opbrengsten zelf van mogen houden. Nou, dat is natuurlijk een regelrechte inbreuk op de communistische economische ideeën van de planeconomie. Ook op industrieel gebied veranderen er zaken. Deng Xiaoping gaat toenadering zoeken tot het Westen en dat doet hij door het instellen van zogenaamde speciale economische zones. Je ziet ze hier op het kaartje staan, die 7 stippen daar aan de kust. En in die speciale economische zones mochten westerse bedrijven zich vestigen, zolang zij daar maar samenwerkten met Chinese bedrijven. En ook op wetenschappelijk gebied zocht Deng Xiaoping toenadering tot het Westen. Hij stimuleerde het studeren in het buitenland, dat werd veel gemakkelijker. Chinezen konden dan kennis opdoen in het buitenland, waarmee ze uiteindelijk China zelf weer verder konden helpen. En hij haalde dus ook westerse kennis naar China toe, door Chinese bedrijven te laten samenwerken met buitenlandse bedrijven. En ook op het gebied van defensie wilde Deng Xiaoping van China een echte grootmacht gaan maken. Daarom investeerde hij heel veel in de Chinese marine en vooral in het Chinese ruimtevaartprogramma. Want hij vond dat een grootmacht ook zelf mensen de ruimte in moest brengen. Maar als je hier zo naar kijkt, dan valt misschien wel op dat Deng Xiaoping behoorlijk wat oude communistische ideeën loslaat. Hij staat vrijheid toe in de economie en hij zet toenadering tot het Westen. Hij staat westerse invloeden toe in het land. Helpt dat dan? Dat is dan de grote vraag. Ja, dat helpt zeker, want vanaf de jaren 70 wordt China pas echt een industriële samenleving. Sterker nog, uiteindelijk groeit China uit tot wat men noemt de werkplaats van de wereld. De Chinese industrie groeit vanaf de jaren 70 enorm snel. Er komen steeds meer fabrieken en kijk maar eens naar de producten die je nu om je heen hebt, kijk maar eens naar je eigen kleding. De kans is heel groot dat een aantal van die producten made in China zullen zijn. En de Chinese economie groeit vanaf de jaren 70 dan ook enorm snel, soms wel met meer dan 10% per jaar. En dat heeft ook zijn weerslag op de Chinese handelsbalans, waar ik hier een voorbeeld van geef. Chinezen gaan steeds meer exporteren naar het buitenland en dat zorgt ervoor dat de Chinezen ook vooral verdienen aan dat buitenland. Hier heb ik een plaatje wat ik zomaar gevonden heb, maar wat wel een heel aardig beeld geeft van hoe de verhoudingen komen te liggen. De handelsbalans tussen de Verenigde Staten en China in september 2009, in die maand exporteerden de Amerikanen voor 5,8 miljard naar China, maar tegelijkertijd importeerden die Amerikanen voor bijna 28 miljard aan Chinese producten. Dat is nogal wat en je zou voor ieder willekeurig land zou je eenzelfde soort handelsbalans op kunnen stellen met China voor de afgelopen jaren. China exporteert enorm veel en verdient dus enorm veel aan het buitenland. Maar ook op andere gebieden had die groei van de industrie grote gevolgen, zoals op het gebied van de urbanisatie. China was toch vooral altijd een agrarisch land geweest waarbij de meeste mensen op het platteland woonden en werkten. Maar vanaf 1979 zien we een heel sterke urbanisatie plaatsvinden. Steeds meer Chinezen trekken vanaf het platteland naar die steden die dan ook enorm snel groeien. Dus Deng Xiaoping's maatregelen hebben grote gevolgen gehad. En op economisch gebied kwam er dus ook grote vrijheid voor de Chinezen. Op politiek gebied is er echter nog steeds geen vrijheid in China. Op politiek gebied is China nog steeds een totalitaire staat. De politieke vrijheid blijft beperkt in China. Hoe zie je dat dan? Er is nog steeds maar één partij toegestaan, dat is die communistische partij. En mensen die het niet eens zijn met die ideeën van die communistische partijen, die daar kritiek op uiten, zogenaamde dissidenten, die werden en worden onderdrukt door de Chinese overheid. Zij worden gevangen gezet of ze krijgen huisarrest. En sommige gevangenen die worden ook gemarteld en er wordt de doodstraf uitgevoerd en dergelijke in China. De mensenrechten worden dus geschonden. Een nieuw gevaar voor de Chinese overheid is de opkomst van het internet. Ook China is ondertussen een informatiemaatschappij geworden. Met honderden miljoenen mensen die toegang hebben tot internet. Maar dat internet wordt sterk gecontroleerd en gecensureerd door de Chinese staat. Die bepaalt welke sites wel en niet zichtbaar mogen zijn voor de gewone Chinees. En hoewel dus de hele wereld handelt met China en er hoopt aan te verdienen en er economisch ook steeds afhankelijker van wordt, is er op politiek gebied nog steeds heel veel kritiek op de gang van zaken in China. En daarom waren de Chinezen heel erg blij dat zij in 2008 de Olympische Spelen mochten organiseren in Beijing. Zo konden zij namelijk aan de hele wereld laten zien wat voor modern land zij waren geworden. Zij hoopten daarmee dat hun imago zou verbeteren.